Kasper, Django Reinhardt, zeg jouw naam die iets. Ja, die man met drie vingers op zijn linkerhand of zo. Of sowieso drie vingers. Is een duim een vinger? Nou, ik weet het eigenlijk niet, maar hij heeft heel weinig vingers en hij is heel snel met spelen. Oh, ja. Ah, wel goed, ja. Ja, Django Reinhardt is een tragisch verhaal. Hij wordt geboren in een zigeunerfamilie in Frankrijk. En op zijn 15e leert hij daar gitaar spelen, want muziek is natuurlijk heel belangrijk in zigeunerfamilies. Hij is binnen 3 jaar beroemd op zijn 18e. Maar dan, in zijn caravan, stoot hij een kaars om en de hele caravan brandt af. En hij raakt daarbij zwaar gewond, veel brandwonden en hij verliest zijn pink en zijn middelvinger. Maar hij gaf niet op. Hij ging verder met gitaarspelen. Hij leerde zichzelf met 2 vingers en 1 duim spelen. En ja, laten we eens kijken. Dat is voor 2 vingers. Ja, Django die speelt beter met 2 vingers dan ik met 4. Ja, eens. Eens. Dus het moraal van het verhaal? Never give up. Never give up. Wees zuinig op je vingers, maar als je ze verliest, is de wereld nog niet ten einde. Kan, precies. Alright, ik ga naar het interview met Kira Dekker.